voor het DVS-TV Weekjournaal staat naast mij. En hij komt nog iets dichter bij me, denk ik. Koen Vloedgraven. Koen, welkom. Dankjewel. Koen, afgelopen zaterdag. Genoten? Zelf? Ja, van de 3 punten wel natuurlijk. Maar ik denk van het spel was zeker in balbezit niet goed. Vond ik. Maar heb je het dan ook over jezelf? Jawel. Ja, een steekpas op Maurice kan ik me nog herinneren. Die liep niet helemaal goed. En nog een balletje op Frank, wat ook niet aankwam. Maar ja, als de tegenstander de bal had, stonden wij in principe wel aardig. Maar ja, balveroveringen liep wel goed. Dus. En je hebt er donders veel energie in gestoken, Koen. Ja, dat wisten we vooraf. Zij waren heel fysiek en ze hadden 6 keer op rij verloren of zo. En de trainer zei ook van die eerste overwinning bij hun komt dichtbij. Dus ze moeten wel aan de bak. Nou, dat hebben we goed gedaan. Ik heb het er met Willem Leushuis ook nog even over gehad. Er werden wel wat onnodig veel overtredingen gemaakt. Waardoor je juist Rijnvogels in hun krachten liet komen. Want die dode spelmomenten van die lui, die waren moeilijk. Ja, daar waren ze levensgevaarlijk in, ja. Ja, we wisten het wel van tevoren. Dus dan, ja, zeker na rust, hebben we het niet helemaal goed opgepakt in het begin. Zij kwamen wel met een rare storm, zeg maar. Was wel moeilijk. Ja, Koen. Derde periode, 4 wedstrijden, 12 punten. Dat had je denk ik een maand geleden niet verwacht. Nee, dat is wel heel erg lekker, ja. Ja, zeker niet verwacht. Ja, goed, we zijn iets anders gaan spelen en tegenstanders hebben het moeilijk. Maar ja, wij doen het gewoon goed nu. En dat andere spel, is dat voor jullie ook wat makkelijker? Zo van, hey, tegenstander, laat maar zien wat jullie kunnen op combinatiegebied. Dan pakken wij dat over en dan maken wij het wel af. Ja, weet ik niet. Is het zo eenvoudig? Nee. En kijk, ik speel heel graag een balbezit. En dat is nu iets anders geworden. Maar we zijn heel moeilijk te verslaan. En dat is wat je wil bereiken. En je pakt gewoon, ja, van de laatste periode pak je 12 punten nu. Is dat dan de chemie die via trainingen bij jullie langzaam maar zeker ontstaat? Wat is dat precies? Nou, het heeft wel te maken met het compacte spel. Dat we gewoon veel dichter bij elkaar zijn in balverlies. En vanuit daar betekent ook dat je meer ruimte hebt achter hun verdediging. Ja, in balbezit zijn we gewoon heel goed. Dus dat komt er wel heel goed uit nu. Je hebt verlengd, hè, je contract. Trouwens, nog van harte gefeliciteerd daarmee. Want het is een prachtige club, toch? Of niet? Ja, ik voel me heel goed op mijn plek hier. Ja, dus ik was ook blij dat ze in januari gewoon al vrij snel duidelijk was dat ik nog een jaartje kon blijven. Okay. Gaat het goed met je studie? Jawel. Jawel. Ja? Of vreet het voetbal veel tijd? Vorig jaar was het helemaal moeilijk om dat evenwicht te vinden. Maar ja, met DVS en school gaat het een stuk beter. Dus we gaan richting de afronding. Hartstikke goed. Je ogen staan goed in je hoofd. Hey, veel succes komende wedstrijden, jongen. Komt goed. Die derde periode. En naast mij, volgens TV West, een handenbindertje. Benjamin, vind je dat een compliment? Ja, dat is een compliment, denk ik. Ja, dat handenbindertje, dat slaat natuurlijk op die verdedigers die helemaal knettergek van jou worden. Ik speel mijn spel en ik probeer het elke tegenstander zo lastig mogelijk te maken. Je begint ook steeds fitter te worden, waardoor je de mogelijkheid steeds meer krijgt om echt datgene wat jij kan te laten zien. Zeker. De laatste 3-4 wedstrijden, ik weet niet. Ik denk dat het ook een beetje met vertrouwen te maken heeft natuurlijk. Maar de laatste wedstrijden gaat het lekker dus. Maar je voelt je ook als een vis in het water bij DVS, of niet? Ja, hier mag ik lekker mijn ding doen. En dat is mijn spelletje. Als ik de vrijheid en de ruimte krijg, dan doe ik mijn dingen. Dat zijn een van mijn sterkste kwaliteiten, denk ik. Dus ja, en, de laatste 4 wedstrijden komt het een beetje uit, vind ik. Dus tevreden. En wat ik in je ogen zie, dat glimt als een idioot. En dat is volgens mij ook de basis van jouw spel, of niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik. Plezier? Ja, plezier. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn spel, ja. Als ik plezier heb, speel ik fijn. En dat moet iedereen hebben, denk ik. Plezier is een van de belangrijkste dingen wat je moet hebben in het voetbal. Ja. Jij hebt heel veel doorlopen bij Vitesse. Er lag voor jou wat in het verschiet. Maar dat op een gegeven moment stokte dat. Daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad. Waarom was dat ook weer precies? Ja, ik kwam fysiek tekort. Dat zeiden ze toen. En ik vond zelf van niet. Want ik compenseerde het met mijn techniek en mijn snelheid, vond ik zelf. Maar ja, het had helaas niet mogen zo zijn. Dus, ja. En toen kwam je bij Babberich terecht, of niet?
Ja, daar heb ik 4 seizoenen doorlopen. 4 seizoenen? Dat je niet eerder in het pulletje bent gevallen bij een bepaalde club? Ja, in het tweede seizoen mocht ik testen bij de Graafschap. En het was wat geworden, maar toen dreigde volgens mij de club failliet te gaan. En destijds heb ik niks meer gehoord, dus dat was balen. Maar er zijn nog meer clubs gekomen, hoofdklasses, eerste klasses. Maar ik dacht van, als ik omhoog wil, zeg maar, dan moet er wel een topklasse of iets hoger komen. Zo is dat. En dat was DVS en dat is natuurlijk financieel een enorm sterke club. Ja, dat is wel zo, ja. Heel veel sponsoren. Ja, dat is het. Het is een mooie club, dus... Hey Benjamin, ik hoop dat je nog ongelooflijk mooie wedstrijden laat zien. Heel langzaam maar zeker, en afgelopen zaterdag heb ik dat ook gezegd, je ontwikkelt je tot een publiekslieveling, niet alleen bij DVS, maar zelfs bij de supporters van Rijnvogels. Ja, dat doet me goed. Dat vind ik ook wel leuk, weet je. Als de toeschouwers een beetje achter me gaan staan of kunnen genieten van mijn spel, dan geniet ik zelf ook. Dat is mooi. Ik heb van je genoten. Dankjewel. Hey, veel plezier.